Als je van het internet gebruik wilt maken, dan heb je een browser nodig. Google Chrome, Edge, Firefox en Safari zijn de bekendste, maar er zijn er meer, zoals SeaMonkey. Een totaalpakket, inclusief onder andere mail en nieuwsprogramma. Een kort overzicht in deze how-to. Je surft naar seamonkey-project.org. Hier kun je de browser downloaden. Als je op het exe-bestand klikt, wordt het programma uitgepakt en de installatiewizard gestart. Je moet de voorwaarden accepteren. Ik gebruik de standaard installatie. In dit geval wordt het voorgesteld de instellingen van het gekoppelde e-mailprogramma Thunderbird te importeren. Dat komt omdat dit bij mij al is geïnstalleerd. Voor deze how-to doe ik dat niet. Als de browser wordt geopend, krijg je de vraag of je de browser en het e-mailprogramma als standaard wilt instellen. Geef hier je keuze aan. In deze how-to kijken we alleen naar de browserfunctie. In een latere serie how-to's zullen we naar overige mogelijkheden kijken. Als je op deze knop klikt, open je een nieuw leeg tabblad. Zodra je hier begint te typen, zie je dat er gezocht wordt met de zoekmachine DuckDuckGo, een privacyvriendelijke zoekmachine. Een tab sluit je via het kruisje aan de rechterkant of via de rechtermuisknop. Net als in Google Chrome kun je de adresbalk gebruiken om te zoeken. Binnen DuckDuckGo kun je hier de taal aangeven waarin je wilt zoeken. Via Settings kun je hier een aantal snelle instellingen aangeven. Zo kun je kiezen voor een zwarte achtergrond met witte tekst. En hier kun je de standaardtaal instellen. Dan keer je terug naar de zoekmachine. Nederlands is vanaf nu de voertaal binnen DuckDuckGo. Zo ga je naar alle instellingen. Je vindt hier ook een tab Privacy. Zo kun je bijvoorbeeld aangeven wat er moet gebeuren als je op een videominiatuur klikt. Vergeet niet op te slaan als je wijzigingen hebt aangebracht. Een website kun je zo aan je bookmarks toevoegen. En zo kun je hiervan de instellingen aanpassen, zoals bijvoorbeeld het wijzigen van de naam. En je kunt deze bookmark aan de werkbalk toevoegen. Ook kun je tekst gebruiken, zodat je makkelijker kunt zoeken naar bepaalde bookmarks. Bij de tools vind je onder andere een cookie manager. Zo kun je aangeven dat cookies op deze website altijd geblokkeerd moeten worden. Dit gebeurt dan automatisch bij een volgend bezoek aan deze site. Op dezelfde manier werkt de pop-up manager. Tot slot kijken we nog even naar de profielmanager. Je komt hier via de onderste optie in het menu Tools. Als er meer personen zijn die dezelfde PC gebruiken, is het handig als zij verschillende profielen aanmaken met bijvoorbeeld eigen bookmarks en instellingen. Of als je zelf een privé en een zakelijk profiel wilt gebruiken. Als je een nieuw profiel wilt maken, klik je op Manage Profiles. Je maakt een nieuw profiel en vult hier de naam in. Nu kies je een profiel. SeaMonkey wordt opnieuw geopend. Je ziet bijvoorbeeld dat de in het vorige profiel gemaakte bookmark hier niet wordt getoond. Met een eigen profiel heeft iedereen zijn persoonlijke browser. Je snapt dat dit maar een kleine greep is uit de mogelijkheden van SeaMonkey. Er is natuurlijk nog veel meer. Genoeg om zelf te ontdekken. Maar tot zover deze how-to over de browser SeaMonkey.